Ja, ik ben Roel van Magrif, geboren en getogen in Hooglanderveen. Ik kom uit een gezin met vier kinderen. Eén zus, één broer en een broertje. Ik werk in de buurt, in Nijkerk. Ja, altijd wel in de buurt. Ja, je bent gaan studeren op een gegeven moment, hè? Dan moet je met een richting uit. En je hebt iets met elektro... Ja, kijk, ik wist nooit wat ik wilde worden. En uiteindelijk maak je de verkeerde keuze. Nou, dan kom je dus op een MTS terecht, wat je helemaal niet wil, maar wel gegarandeerd werk, werd er dan gezegd. Dus dan, dan ga je iets doen wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Net zoals alle andere Nederlanders, denk ik. Ja. De meeste althans. En uiteindelijk ga je een vak beoefenen. En nou ja, dan kun je op een gegeven moment allerlei richtingen in die elektrotechniek. En dan doe je toch iets wat wel bij je past, wat je wel leuk vindt. Maar als je nou echt op me vraagt van wat zou je nou het allerliefste willen doen, dan is het toch niet wat ik nu doe. Ja. Keuze maken, ja, dat betekent wel dat je nou twee kinderen hebt die ook straks een keuze moeten maken. Dus hoe belangrijk is dat, hè? Dat is heel belangrijk. Ze hebben nu staan op punt om weer naar de HAVO weer verder te gaan. De oudste althans. En ja, ik heb wel zoiets van, je moet wel doen wat je leuk vindt. Want als je met tegenzin naar je werk gaat, dat gaat hem niet worden. En dat is wel heel belangrijk. Dat heb ik nu ook wel een beetje ervaren. En op een gegeven moment kan het dat je met je werk een beetje op slot gaat zitten en dat je er niet uitkomt. En toch is er altijd wel weer een werkgever waar je het wel goed kan vinden. En ja, daar moet je wel open voor staan. En je moet ook durven om te veranderen. En ik heb tegen de jongens ook wel eens gezegd, joh, je hoeft niet per se in de IT te gaan waar gegarandeerd werk is. Of als jij gewoon bouwvakker wil worden, dan moet je dat gewoon lekker doen. Ja. Als je het maar naar je zin hebt en leuk gaat vinden. Jij hebt natuurlijk een vrij strak beroep uitgekozen, hè, toen de tijd. En nu ben je langzaam bezig gegaan op een ontdekkingsreis van je creativiteit. Nou ja, ik tekende eigenlijk al vanaf mijn jeugd. Ja. Altijd van die kladblokjes vol klodderen met allerlei gekke tekeningetjes. En ja, ik heb het eigenlijk altijd wel leuk gevonden. En op een gegeven moment, als dan die kinderen een keer komen, dan verzwakt dat. En dan heb je er geen zin in of geen tijd. Ja, het zijn allemaal dingen die je kan verzinnen, maar... Uiteindelijk is het op een laag pitje gekomen totdat een keer wij iets anders aan de muur wilden hebben. En toen was het idee van ja, dan gaan we wel wat kopen. En dat was het moment dat ik echt omging. En daarbij was het zo dat acrylverf, ja, waar ik zelf helemaal geen ervaring mee had, dat was wat wel een verfsoort die wel bij me past. Je kan het even snel doen, even tussendoor. Dus tussen de bedrijven door kun je even met die verf gaan werken. En je slaat je kwast even schoon onder de kraan of tegen een doos aan, dan weet je, even schoon kloppen en je kan weer gaan zitten. Waar haal je inspiratie vandaan? Ja, het is heel divers. Het kan zijn dat ik natuurfilms zit te kijken, bijvoorbeeld op de BBC, van wat er nu ook weer is, weet je wel, van over de aarde. En dat ik in één keer een bepaalde beelden zie, met mist dat optrekt uit een berg of iets in die trant, dat ik eigenlijk dat plaatje wel aan de muur zou willen hebben. Als poster. Maar ja, dan heb ik zoiets van, ik kan het ook samenvoegen in een schilderijtje. En ja, ook het, als je naar een popconcert gaat, dan zie je ook vaak, vind ik mooi, met mist en licht en bling bling op het podium met allemaal chroom van de microfoons en dat soort dingen. En dan vind ik gewoon het licht, hoe het erop valt, vind ik prachtig. Nou is natuurlijk voor de mensen wel interessant dat ze zo'n doek die ze zelf niet kunnen maken, die kunnen ze in ieder geval bij jou vinden, eventueel. Ja, dat kan. Op je website? Op mijn website, onder andere. En iedere keer als ik een nieuwe heb, dan zet ik hem op Facebook. Nou, het lijkt ons heel leuk om even te kijken hoe je nou zo'n doek opzet. En hoe dat een beetje in zijn werk gaat. Hoe je kleur gebruikt, onder andere is interessant. Want ja, ik vind dat je hele mooie kleuren gebruikt. Gaan we even naar het atelier. We beginnen altijd met een kale doek. Ja. En dan gooi ik er gesso op met verf en om een klein beetje relief te maken. Ik hou er wel van. Wat is gesso? Dat is een soort van grondverf. Dat maakt het zo ruw? Is dat witte? Nee, dat doe je met... Ja, je hebt allerlei mediums. Mediums waar je het mee ruw kan maken. Het kan natuurlijk met gewone verf. Je moet het gewoon dik opleggen. Ja. En je kunt het ook met mediums doen.
Ja. Het lijkt wel een soort ijs of zo. Even kijken of ik het heb. Dus een gesso is een soort primer. Zoals je staat erop. Ja. Mooi, hè? En dit is gel medium. Gel. En dat, kijk maar. Zie je? En dat is ook een soort... Ja, een pasta. En die verhardt. En die verhardt met... als je... wordt op een gegeven moment gewoon hard, ja. Ja. Dat is een dik... Dan kun je dikke dingen opzetten. Lijnen. En wat ik heel veel gebruik is gewoon met verf een spuit. Oké. Okay. Gewoon lijnen spuiten. Operationeel. Ja, en dan laat je het weer helemaal drogen. En ja. Dan kun je eigenlijk met van allerlei toestanden. Je kan met een kwast gaan verven, je kan met een spons gaan verven. Dus kijk, deze die heb ik dan met een sponsje even snel opgezet. Ja. En dan kun je altijd wel weer beslissen van, nou, ik moet ergens een wit vlak hebben wat later licht gaat geven. Mm-hmm. Hè? Dat zet je weer wit op en dan ga je later toch weer terug met dat andere verfje. Maar dan krijg je wel die mooie effectjes. Okay. En ook de donkere delen moet je natuurlijk een beetje donker. Ja, je moet er eigenlijk zorgen dat het licht er een beetje afspat. Mm-hmm. Dat vind ik het mooiste. Maar ik weet bij God niet wat ik hiervan ga maken. Nee. Maar het is wel eens zo, Andy. Ja. Dat als ik iets maak, dat het daarna het compleet weer verandert. Ja, dus, want dat hoor je meer, hè? Ja. Deze grote ook, dan komen ze erachter dat er nog een doek onder zit. Ja, nee, maar dat heb ik heel vaak. En het grappige is dat dan laat ik het een poosje staan en dan weet ik niet wat ik ermee moet. En dan ineens ga ik het veranderen en dan wordt het wat.